Yo iedereen, leuk te kijken in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier dus bij het DAX-project om even een update video te geven aan jullie. Het is ook een hele lange tijd geleden dat ik nog geüpload heb. Zoals jullie weten, deze is helemaal opgescheurd en zo. Alhoewel zie je wel nog van die gaten, zo'n beetje, hè? Zoals jullie hier kunnen zien. En die ondefinieerde kon je opschuren, zoals hier ook. Dat vind ik niet echt zo mooi. En ook al die krassen, die kleine krassen die we gemaakt hebben, misschien ook een beetje bijvullen. En daarvoor hebben we dus dit product, Fiber Reinforced. Dus daarmee gaan we dan de gaten opvullen, zodat het dan een vlak frame is. En dat het spuitwerk dan ook wel mooier uitkomt dan eigenlijk. Dat we niet die gaten zien of die deuken of ik weet niet wat we allemaal tegen gaan komen. Bijvoorbeeld hier op deze achterversteviging zien jullie allemaal van die gaten. Het zijn waarschijnlijk de puntslagen die ze moesten doen bij het lassen ofzo. I don't know. Maar ja, dus die gaan we allemaal opvullen een beetje. Deze voel je ook nog. Dus gewoon, je hebt daar zo een spateltje bij gekregen. Dus gewoon daar een beetje op wrijven en dan komt dat in orde. Maar dan gaan we deze video niet doen. Deze video, voor nog eens te zeggen, ga ik jullie gewoon up-to-date houden met wat er nog allemaal moet gebeuren en hoe en wat allemaal zit. Want er zijn nog een paar vragen binnengekomen. Dus dit was dan de update van het DAX-projectje. Voor de rest denk ik wel dat alles goed hier is. Tenslotte zit hier ook nog kabelboom. Er was ook iemand die dat vroeg om te tonen hoe we de kabelboom erin steken. Is niet echt moeilijk en gaat ook binnenkort gebeuren. Dus blijf zeker naar mijn video's kijken. Hier hebben we ook de primer al staan. Voor tijdens het spuiten. Dus de grondverf, mat, maakt niet uit. Het wordt een basic kleur, dat kan ik al zeggen. Maar dan toch nog iets speciaals. Dit heb ik ook aangekocht. Dit kostte maar 10 of 11 euro. Hier zit je dan dus die spuitbus op. Dan kan je zo iets professioneler rijden. Zo plastic, hè, maar het is een low budget project, dus meer hoeft dat ook niet te zijn. Dus dat was het voor het DAX-projectje. Oké, jongens en meisjes, ik heb het ook al op Insta gevraagd. Even scherp zal wel, dankjewel. Ja, jullie gaan het niet zo goed kunnen zien, maar hier staat dus Switch op. Dat is een t-shirt dat ik zelf heb gedesigned. De voorkant is basic een beetje, hè, simpel. Gewoon de naam Switch op. Maar als je aan de achterkant ziet, dan zie je dus mijn DAX-stuur. En dan de weg die ik bereid. Deze heb ik helemaal zelf geoutlined. Ik weet dat je daar programma's voor hebt, maar ik heb het handmatig gedaan via makkelijke software. Ik zal even de foto erbij halen van waar ik het eigenlijk heb. Zo, dus ik heb hier de twee foto's naast elkaar. Deze heb ik dan helemaal geoutlined. En dan op de t-shirt gezet. De weg is wel niet hetzelfde, maar ik vond het mooier als het een kromming had. Hopelijk vinden jullie het ook mooi. Het zou niet voor merchandise dienen in de eerste plaats, dus gewoon puur voor mij. En dus jongens en meisjes, nu sta ik hier dus bij de DAX, zoals jullie kunnen zien. Echt gewoon een doek op. Deze ga ik wel nog niet naar buiten halen, want het is nog warm weer. Maar deze ga ik dus enkel buiten halen als het mooi weer is en zo. Want voor slecht weer en goed weer hebben we ook deze natuurlijk. Met de CRM, daar waren een paar vragen op Instagram van ga je hem nu echt verkopen of zo. Ik had hem inderdaad een tijdje op tweedehands laten staan. Om te kijken hoeveel er geboden werd. En mijn bedoeling was ook om hem te verkopen. Niet omdat hij slecht is of omdat er iets aan scheelt of zo, maar puur gewoon omdat ik mijn A2 wou gaan doen en ik kan die ook direct doen, maar toch heb ik besloten om hem toch bij te houden. Wie weet, in de toekomst ga ik toch nog veranderen van gedacht. Maar er komt iets heel leuks aan vanuit een bepaald land. Ik had het land niet zeggen, want anders weet je niet van waar, wat ik bedoel eigenlijk. Maar er komt iets heel leuks aan. Dat zal ik je zeggen. Normaal ging het deze week aankomen, maar we zijn ondertussen al vrijdag. Nu is, denk ik toch voor volgende week, maar maakt niet uit, want kijk wat een beauty. En hij wordt nog veel mooier. Dus blijf de video's checken. Dat was dan de update video. Sorry dat hij zo kort was. En sorry dat het geen rijvlog is. Motorvlog, beter gezegd. Die komen er binnenkort weer aan. Maar ja, het weer is weer niet gunstig. En ik moet niet altijd op het weer steken. Maar ja, ik heb ook niet veel vrije tijd. Ik ben pas thuis om 5 uur of zoiets. En de zon gaat onder om tegenwoordig, hoe laat wordt het? 19 uur of zo. En ja, we moeten nog eten. Binnenkort weer motovlogs, tegen al zoveelste keer mee. Binnenkort echte motovlogs, want binnenkort is het seizoen weer. Het motoseizoen, hè? Dus gewoon zomer. En ja, ook op mooie dagen, mooie weekenden gaan we ook natuurlijk rijden. Dat kunnen we natuurlijk niet vergeten. Dus mensen, vonden jullie de video leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Sorry dat het een lange tijd geleden is dat ik upload heb, maar hopelijk komt daar verandering. Maar ik zeg het, mijn uploadschema ligt eigenlijk vast aan het weer en aan mijn persoonlijke situatie hier thuis en nog allemaal veel meer, maar ik weet dat het onregelmatig schema is, maar ik probeer echt mijn best te doen voor elke week een video. Dus hopelijk waarderen jullie dat dan ook. En vergeet jullie niet te liken zoals ik al gezegd heb en te abonneren zoals ik al gezegd heb. En dan zie ik jullie de volgende keer.